Ik ben Sammy Verbrugge. Ik ben als docent verbonden aan het departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar wij onderzoek doen naar fotocatalyse. Dat betekent dat wij nanomaterialen bestuderen die in staat zijn om lichtenergie op te nemen en die om te zetten in chemische energie om allerhande reacties in gang te zetten. Nu, een eerste deelaspect van ons onderzoek is fundamenteel gaan kijken hoe we die materialen kunnen verbeteren. En dat doen we door daar specifieke nanodeeltjes van bijvoorbeeld goud of zilver op af te zetten, die een speciaal effect, men noemt dat plasmonresonantie, vertonen en eigenlijk het mogelijk maken om nog efficiënter met zonlicht te gaan interageren. Nu, als ingenieur proberen wij altijd de kennis die we hebben ook te vertalen naar verschillende toepassingen. En een eerste toepassingsmogelijkheid van onze materialen is luchtzuivering. Dus we kunnen onder invloed van zonlicht met onze nanomaterialen buitenlucht gaan zuiveren van bijvoorbeeld roetdeeltjes of stikstofoxides, of binnenlucht van schadelijke organische dampen. Een tweede mogelijke toepassing zijn zelfreinigende coatings. En zo hebben we een coating ontwikkeld die je kan aanbrengen op glazen ramen en die het mogelijk maken om je ruit proper te houden zolang dat er zonlicht op invalt. Een derde mogelijke toepassing zit in de energiesector, waar we waterstof kunnen produceren met deze nanomaterialen en zonlicht, startende van vloeibaar water, zelfs van zeewater. En tot slot trachten we ook een aantal van die technologieën op een originele manier met elkaar te combineren. We hebben recent een demonstratieunit voorgesteld, waarbij we aan de ene kant lichtgedreven luchtzuivering trachten te koppelen met waterstofproductie aan de andere kant van hetzelfde toestel. Nu, ik denk dat het sowieso als wetenschapper belangrijk is om te laten zien aan de gemeenschap dat we duurzame oplossingen proberen te verzinnen voor verschillende milieu- en energievraagstukken. Maar binnen de Jonge Academie wil ik specifiek ook heel graag nog met kinderen werken. Carl Sagan die heeft ooit gezegd dat alle kinderen geboren worden als natuurlijke, nieuwsgierige wezens, totdat wij het er spreekwoordelijk terug uitslaan, en tot op zekere hoogte heeft hij ook wel gelijk. Vandaar dat de Jonge Academie in het verleden al een aantal mooie initiatieven op poten heeft gezet om de kinderen hun fascinatie voor alle verschillende takken van de wetenschap terug aan te wakkeren. En ik denk dat ik daar ook heel graag wil toe kunnen bijdragen. Ik denk dat het een heel mooi uitgangspunt is om als groep trachten een volledig nieuwe generatie te kunnen inspireren.